Omroep Veldhoven brengt in de komende maanden een aantal afleveringen op tv over de historie van Veldhoven. We proberen erin antwoorden te vinden op de vraag hoe en wanneer is Veldhoven ontstaan en hoe heeft het zich ontwikkeld tot wat het anno 2015 is. Alle afleveringen zullen worden voorzien van deskundig commentaar van Jacques Beyne, die in 2005 in samenwerking met de Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven een indrukwekkend boek over de geschiedenis van Veldhoven heeft uitgebracht. Hij wordt dan ook gezien als dé autoriteit op het gebied van lokale geschiedschrijving. In deze eerste aflevering kunt u gaan kijken naar de prehistorie van Veldhoven. Dat is de tijd van voor onze jaartelling. In een aantal tv-afleveringen laten wij u de geschiedenis van Veldhoven zien. We beginnen natuurlijk in de prehistorie, waarin we tonen waar en wanneer de eerste gehuchten ontstonden. Om dit alles historisch correct in beeld te brengen, hebben we uitgenodigd de heer Jacques Beyne. Dat is dé autoriteit op het gebied van lokale geschiedschrijving. Goedemorgen Jacques. Jacques, je bent de schrijver, auteur van het boek De Geschiedenis van Veldhoven, 4000 jaar. Dat is juist, hè? Hoe ben je daar naartoe gekomen om dat te maken? Ja, toen ik met mijn historisch onderzoek over Veldhoven begon, dan kwam daar meteen bij dat wat je vond je zelfs zo interessant dat je dat ook mee wilde delen aan anderen. Maar hoe ben je er nou toe gekomen om de geschiedenis te gaan onderzoeken? De geschiedenis, het verloop dus van Veldhoven. Nou, de geschiedenis had mijn belangstelling. Van jongens af aan had ik al belangstelling voor feitjes onthouden. De geschiedenis in het algemeen en vooral het eigen heem. Hè? Dus het beperkt zich ook tot je eigen omgeving. Tot Veldhoven. Later heb ik dus nog wat archeologisch gevonden, wat aansloot bij hetgeen wat in het archief te vinden was of wat in literatuur stond. En dat moedigt natuurlijk aan om verder te gaan. Maar ben je nou van oorsprong een Veldhovenaar? Een echte Veldhoven. Ik ben geboren in Meerveldhoven, in de Broekweg. Ik heb een groot stuk van mijn jeugd gewoond in Zeelst. En tijdens mijn huwelijk dus in Oerlen en nou dan in Heikant. We staan hier op het dorpspleintje in Zandoerlen. Jacques, Zandoerlen was een van de oudst bekende gehuchten van Veldhoven. Wat is nou de relatie van Zandoerlen met de prehistorie? Ja, de tijdsafstand tussen Zandoerlen en de prehistorie is natuurlijk enorm. Hè? In tijd is dat een paar duizend jaar. Maar Zandoerlen is toch wel het oudste aansprekende punt, historisch gezien, van Veldhoven. En het ligt natuurlijk voor de hand dat je zegt, wat is nou de relatie van Zandoerlen met de prehistorie? Nou, je zou kunnen zeggen, als je bekijkt de prehistorische relicten die er in Veldhoven zijn, dat zijn dan die grafheuvels, die liggen en lagen, want er zijn er heel veel weg, in een wijde cirkel, eigenlijk om Zandoerlen. Zandoerlen als middelpunt. En dat wordt in feite in de middeleeuwen nog eens bevestigd, want dan duiken de eerste documenten op, hè, dus de geschreven bronnen van Veldhoven. En dan blijkt dat Zandoerlen het bestuurscentrum is van vrijwel alle dorpen rondom Zandoerlen, met Zandoerlen als middelpunt. En omdat dan die relatie ook gelegd kan worden met die grafheuvels, zou je kunnen beweren dat Zandoerlen ook in de prehistorie waarschijnlijk het centrum was van die bewoning, bewoners. Ja. Dat zou kunnen. De grootte van Zandoerlen doet natuurlijk niet vermoeden dat het zo'n belangrijke functie had in die tijd. Nee, het plein is nog vrij groot, maar het is geen enorme afmeting. En Zandoerlen zelf is klein gebleven. Maar goed, als je eens een keer rondreist en je komt eens in andere landen en je gaat eens naar wanneer een bepaalde stad of zo stadsrechten kreeg. En dan kom je erachter dat in Zandoerlen eigenlijk alles al zo'n beetje bestond voordat grote steden pas tot ontwikkeling kwamen. Dus Zandoerlen heeft zich vanuit het verleden niet ontwikkeld tot in onze idee een grote bloeiende stad. Maar in aanvang heeft het wel alle ingrediënten gehad.
Dan gaan we zo meteen even kijken naar die grafheuvels. Maar zijn er nou in Nederland meer grafheuvels gevonden dan alleen hier? Ja, ja, ja. Er zijn ook de bekende grafheuvels in Drenthe, hè? Die, met die zwerfkeien. We staan nu op de Totervoud bij het zogenaamde cultuurreservaat van de gemeente Veldhoven. En half mijl natuurlijk, Totervoud, half mijl, hè? Wat kan je daar nou van vertellen? Ja, wat is een mooie bronzen plak. Ja, dit is een heel mooi beginpunt om uit te leggen hoe dat cultuurreservaat van Veldhoven, het belangrijkste cultuurreservaat, want er zijn een paar meer, hebben we straks, zullen we straks zien, in elkaar zit. Dus het hele gebied hier, dat was dus vroeger hei. De Grote Aard van Oerle heette dat. Was gemeenschappelijke gronden van al die boeren gezamenlijk, ook van de omwonende boeren. En in die hei lag dus vanuit de prehistorie, lagen die heuveltjes. Grafheuvels noemen wij die nu. Ja? Het gebied hier is achteraf, na het wetenschappelijk onderzoek, gesplitst in drie gedeelten. We hebben hier dan het gebied Totervoud. Daar staan we nu. Dit is Totervoud, dit stukje bos hier. Daar liggen vier grafheuvels. Je mag ook zeggen drie. Er ligt één bijzondere, zullen we straks zien. Namelijk twee aan elkaar. Dan hebben we hier het gebied De Grote Aard. Daar zijn er nu nog totaal zeven die nog intact zijn. En dan heb je hier het gebiedje De Kleine Half Mijl. Of half mijl mag je ook zeggen. Je hebt De Grote en Kleine Half Mijl. En daar liggen er nog vier. Alle heuvels hier worden gedateerd in de bronstijd. Dus de prehistorische tijdsindeling wordt vaak gekoppeld aan het materiaalgebruik van de mensen die toen leefden. Dus je hebt de steentijd, wordt gekenmerkt door stenen werktuigen. Ja. Vuistbijlen en zo, die kennen we nog wel, pijlpuntjes en zo van steen. Daarna krijg je dus dat de brons zijn intrede doet. Dus dan heeft men bronzen werktuigen. En die periode noemt men de bronstijd. Die duurt tot ongeveer 800 en voor Christus. En dan daarna krijg je de ijzertijd. Dus men was eigenlijk steeds op zoek naar materialen die harder waren. Waar men dus makkelijker mee hout kon bewerken of dieren kon slachten. Hè? Dus men wilde steeds hardere materialen. Bronstijd, dat is niet gekoppeld aan het brons wat hier gevonden werd. Brons is een importmateriaal en dat kwam waarschijnlijk vanuit Engeland hier naartoe. Brons, dat is dan een legering van koper en tin. En daar werden werktuigen van, kon men dan gieten. Dus men moest een hard werktuig ook nog kunnen bewerken om het een vorm te geven die men graag had. En er zijn natuurlijk nog werktuigen gevonden. Ja, hier, men heeft hier een aantal, ik weet niet precies hoeveel, ik denk een stuk of 7, 8 bronzen werktuigen gevonden. En soms in Hoogeloon heeft men enkele jaren terug zelfs een brons schat gevonden. Dus in een kuil een hele verzameling bronzen bijlen. Misschien buitgemaakt bij een of andere vechtpartij en verstopt of zo. Jacques, we staan hier bij de Ringwalheuvel. Dit is een hele bijzondere grafheuvel. Het bijzondere van deze is dat hierin een bijzondere urn is gevonden. Die men kon linken aan urnen elders. Men heeft in de buurt van Hilversum ook zo'nzelfde soort urn gevonden. Met een bepaalde versiering in de rand van die urn. En ook in Engeland. Dus vandaar dat men die urn die hier gevonden is ook wel de urn van Totervoud noemt. Hè, want die is hier gevonden. Maar ook wel de Hilversum urn. Want hij lijkt op een urn in Hilversum. En hij komt dus ook een uit Engeland. Dus, hè, Britse model. Ja. En daarmee kun je de link leggen tussen Engeland en deze plek hier. En die is weer verbonden met het brons. Wat ik straks zei. Het brons wat waarschijnlijk vanuit Engeland geïmporteerd is. Naar deze streken. Ja. En dat is aan de bronstijd. Ja. En dan is ook nog het bijzondere, de link met Engeland is dus dat men daar ook van die tweeling grafheuvels heeft gevonden. Dus er is een extra versterking met de link van het brons wat vanuit daar geïmporteerd is. Hier de bronstijd dus.
En dat waarschijnlijk dus ook mensen vandaar zich hier gevestigd hebben. Ja. Waren er nou nog bijzondere manieren om de urnen te begraven? Zijn daar verschillende methodes in ontdekt? Nee, nee. Bij allereerst het begin dus van de begraving waar men gevonden heeft, werden mensen gewoon gehurkt, neergelegd op een plek, soms ook in een stuk uitgeholde boomstam. En daar werd dan zand overheen gedaan in de vorm van zo'n heuveltje. Later werden die mensen verbrand, gecremeerd. Daar heeft men ook sporen van teruggevonden. Dat zullen we straks zien bij een tummelie in de Grote Aard, waar we dadelijk naartoe gaan. En bij anderen werd ook vaak nog in zo'n urn, een pot dus, waar die verbrandingsresten in zaten, werd in die heuvel ingegraven. Dus men heeft ook heuvels gevonden waar meerdere potten van opzij ingegraven zijn, in een later tijdstip dus. Jacques, wij komen net van de Totervoud. De naam Totervoud, waar komt die nou vandaan? Ja, daar hebben veel mensen naar gezocht, maar eigenlijk is het heel simpel. We zijn net van Totervoud naar hier door een verlaging gegaan in het landschap. En midden in die verlaging liep een riviertje, de Bruggerijt. Ja. En vroeger moest men over zo'n riviertje zonder brug. En dat noemde men dan een voorde. Men reed dan wel door het water heen, zelf heen, hè? Maar dan noemde dat een voorde. Tot ter voorde. Totervoud, tot ter voorde, was een voorde. Dus daar zo is de naam Totervoud in feite ontstaan. Ja, men denkt dat daar die naam vandaan komt. Ja, ja. Okay. Nou, van de plaketten op Totervoud zijn we nu beland bij de plaketten hier in de Grote Aard. Totervoud gaf het verband aan tussen de herkomst van het brons, waardoor het tijdperk hier de bronsperiode genoemd wordt, met hier dus, hè. Dus het kwam vanuit Engeland, kwam het brons hier naartoe. Mogelijk zijn die mensen hier ook blijven wonen. Deze plaquette geeft aan informatie over het begraafritueel zelf. Dus dat is ook van belang geweest. Dat is die heuvel daar. En zo heeft men hem aangetroffen bij het archeologisch onderzoek. In het begin werd iemand verbrand, maar men veronderstelt dat hier een tentje overheen gestaan heeft. Men heeft later, een paar dagen later, dus hier weer een krans van palen omheen gezet. En daartussenin vlechtwerk, dus een soort muurtje. En weer later is die heuvel opgeworpen. En heeft men dus, toen de heuvel er lag, aan de buitenkant ook weer palen daar omheen gezet. Jacques, ik zie hier staan dat het een twee-periode grafheuvel is. Betekent dat het twee tijdsperiodes waren? Exact. Men heeft dus bij het onderzoek vastgesteld dat die heuvel in een latere periode, dus een ruime tijd daarna, een paar generaties dus laten we zeggen, weer hergebruikt is. Dus er is iemand alsnog in een latere periode bijgezet. Vraag me niet in welk verband, maar het zou natuurlijk een familieverband kunnen zijn. Hè? Grootvader en kleinzoon die intussen ook volwassen is geworden. Dat zou kunnen. En dat duidt er een beetje op dat men dan hier wat honkvast heeft gewoond. Dus men is niet steeds verhuisd, men heeft hier enkele generaties gewoond. Goed, Jacques, bij archeologisch onderzoek zijn er activiteiten gevonden van menselijke aanwezigheid. Vanaf welk jaartal is dat? In de prehistorie spreekt men niet over jaartallen, want de tijdstelling zoals wij die kennen, die bestond toen nog niet. Maar wij hebben het ingedeeld in perioden. Dus je komt van de steentijd. En die begint in Veldhoven, de eerste vondsten zijn van 10.000 voor Christus. Mesolithicum wordt het ook wel genoemd. Dan kom je dus in de bronstijd. Die begint rond 3.000 voor Christus tot ongeveer 800 dan, hè, de bronsperiode. En deze heuvels die hier liggen, die dateren allemaal uit de bronstijd. Daarna krijg je de ijzertijd. Die is van 800 ongeveer tot de komst van de Romeinen, dus 50 voor Christus. En daarin werd men niet meer begraven in zo'n heuvel, maar meestal alleen maar in een pot, in een veld. Dus dan krijg je een urnenveld. En dat hebben we een paar gevonden in de buurt van de Heibloem en Koningshof.
Even terug naar de mens. Dat waren vroeger natuurlijk jagers. Ze deden niet anders. Ze moesten tenslotte in leven zien te blijven. Maar later gingen ze zich wat meer vestigen op een bepaalde plek. Waar is dat door gekomen? Door verandering van het klimaat. Dus vanuit de ijstijd woonden hier dus mensen die dus niet het hele jaar hier verbleven. Die dus in de koudste periode wegtrokken. Men heeft daar sporen gevonden van die noemt men dan de Arenburg-cultuur. In de buurt van de Vlasrood heeft men daar sporen van gevonden. Die mensen hadden dus nog geen werktuigen, want dat komt pas later, hè, die bronsperiode. Ja. Men had dan werktuigen van botten. En hertengewei en zo. En die zijn daar een paar teruggevonden. Die Arenburgs cultuur, dat is genoemd naar de plaats Arenberg. Die ligt in de buurt van Hamburg. Later, toen het klimaat beter werd, kreeg je natuurlijk ook plantengroei. De flora die paste zich daarop aan. En de fauna, de dierenleven ook. Dus de grotere dieren, die bleven weg. En er kwamen wat kleinere dieren, dus herten. Maar ook konijntjes en hazen en die dingen. En de mensen die bleven dan ook langer hier wonen. Een langere periode. En naarmate het klimaat zich meer verbeterde, dus meer in de richting ging van het klimaat wat wij kennen nu, bleven die mensen dus, gingen zich hier vestigen. Maar ik vind het wel bijzonder dat er in die tijd eigenlijk al een relatie was tussen en Duitsland Hamburg, dus Arenberg wat je noemt, en Engeland wat betreft die pot. Ja. Waren de mensen toen al reizigers of hoe moet ik dat zien? Ja, mensen zijn altijd reizigers geweest. Hè? Mensen, dat heeft natuurlijk met economische situatie te maken. Als men iets heeft in overvloed en men kan het in eigen kring niet kwijt en anderen ergens anders wel, dan gaat men dus reizen. Hè? Maar die Arenburgers, dan praat ik over 10.000 voor Christus. En die bronstijd, bronsperiode, dat men brons importeerde hier, dat is 3000 voor Christus. Dus er zit 7000 jaar tussen. Hè? Ja. Dat is een heel verschil. Ja. Ik stel voor dat we nog even gaan kijken in de buurt van Koningshof naar de Urnenvelden. Jacques, we zitten weer in een nieuw gebied, een reservaat met grafheuvels. Ja. Hoe heet dit gebied? Dit heeft men genoemd Heibloem. En dat is afgeleid van aan de overzijde van de weg. Daar lag vroeger een steenfabriek en die heette de Heibloem. En ja, vandaar dat dit het reservaat de Heibloem heet. Er liggen 10 onderzochte en gerestaureerde heuvels. Ze liggen vrij dicht bij elkaar hier. Je ziet hier al meteen een stuk of 5-6 liggen. Vrij dicht bij elkaar. Ook allemaal in de bronstijd te dateren. Dus nog een keer 3000 tot ongeveer 800 voor Christus. Deze zijn waarschijnlijk iets later, 2500 zo voor Christus tot 800. En dan ligt hier ook nog vlak achter, dat is hier achter. Daaronder, daar is een enorm groot urnenveld gevonden. Maar en daar is niks van over? Dat is ook van een latere periode. Dus een urnenveld wordt gedateerd in de ijzertijd. Dus dat is van 800 tot 50 voor Christus. Want dan begint de Romeinse tijd, hè? Dan komen de Romeinen hier. Dus urnenveld. En urnenveld betekent een lange strook grond met vrij dicht bij elkaar overal urnen in de grond. Dus een soort, begint al een beetje op een kerkhof te lijken, zeg maar. Hè? Ja. Maar dan met urnenpotten in de grond van begravingen. Ja. Dus dat wil zeggen dat er een behoorlijke concentratie is geweest van bewoning. Ja. Want men heeft nogal wat doden te verwerken gehad. En waarschijnlijk ook geeft het ook aan dat er een continuïteit is tussen de grafheuvelbegraving tot de gewoonte om gewoon in een pot in de grond te stoppen. Nou ja. Dus op een perceel. Ja. Nou hebben we op de Hoge Aard hebben we een paalgrafheuvel gezien. Mm-hmm. Hier zien we er ook één en de overige zijn zonder palen. Wat is het verschil? Het is niet opgeschreven vroeger, waarom? Maar men denkt, en dat lijkt me wel plausibel,
dat mensen onderscheid maken. Hè? Als je ergens iets begraaft in de grond en een ander doet dat ook weer en een ander ook weer, dan krijg je allemaal dezelfde situaties. Dus dan krijg je dat iemand zegt, ik plant op de heuvel van waar mijn vader en mijn moeder onder liggen, of mijn zoon of dochter, plant ik een boom in het midden, dan weet ik dat die dat is. Anderen die zeggen, nee, ik graaf er een greppel omheen. Ja, want zand was er genoeg, hè? Dus ja. Dat is makkelijk. En weer een ander, die zet de paal in de grond. Paal in de grond geeft natuurlijk het nadeel dat na een jaar of 15 die palen omvallen omdat ze verrotten. Ja. Nou, dan moet je weer nieuwe zetten. En dat heeft men in de grond ook teruggevonden. Dus een hele band van plaatsen waar palen gestaan hebben. Want iedere keer als men in de grond door de ongeroerde laag heen graaft, dan blijven daar sporen achter. Dus als je het hier in de trein, laten we zeggen 50 centimeter afgraaft, mooi vlak, dan zie je dus de punten waar die palen gestaan hebben. Ja. Die hebben die grond doorboord. Ja, okay. En dus zodoende heeft men kunnen afleiden dat die palen regelmatig vernieuwd zijn. Ja, en als zo'n familie verhuist of je sterft uit, dan verwatert dat, hè? Dan is het weg. Maar de archeologen van nu, die hebben dat teruggevonden en die hebben dat hier bij deze zo weer gereconstrueerd. Jacques, in de prehistorie praten we natuurlijk niet over jaartallen, maar we praten over periodes. Kan je daar nog wat over uitleggen? Ja, daar hebben we het straks over gehad, toen op de Grote Naard. Ja. En toen hebben we inderdaad gezegd dat we in de prehistorie niet alles aan een jaartal kunnen prikken. Want toen bestond de kalender nog niet, nee. Zoals wij die nu kennen. Dus vandaar dat dat ook het gebied heet de prehistorie. En de historie begint pas op het moment dat er geschreven bronnen zijn over onze geschiedenis. En de Romeinen die hier kwamen, 50 voor Christus, dus het begin van de Romeinen, die hebben allerlei zaken opgeschreven. Dus vanaf die tijd hebben we geschreven bronnen. En vanaf die tijd begint onze jaartelling ook, het jaar nul dus. En dat noemen we dan de historie. En de tijd daarvoor, die niet gekoppeld is aan jaartallen, dat noemen we dan de prehistorie. Ja, dan gaan we in de volgende aflevering verder met de Romeinse tijd. Dus van 50 voor Christus tot 450 na Christus. En dan dank ik je in ieder geval voor de toelichting in deze aflevering. Graag gedaan, prima.